De brandweer van Ikeri blijkt niet in staat te zijn om te helpen een eventuele bijenplaag te bestrijden. Dat is op zijn zachtst gezegd erg gevaarlijk. Wanneer wij de brandweerkazerne van Nieuw Nikeri bezoeken, blijkt dat de manschappen geen garantie kunnen geven aan personen uit heel Nikeri als er behoefte is aan bijenbestrijding. De samenleving in het westen van Suriname is radeloos wanneer het gaat om bijenplagen. Met de overgang van regen en zon of omgekeerd worden de beesten vaak agressief. Volgens waarnemend gewestelijk brandweercommandant Chandrika Persat Hublal wil de brandweer helpen, maar hebben ze niet het juiste materiaal om het werk naar behoren te doen. Praat ik over Nikeri. We hebben wel veel meldingen van Braziliaanse bijen, maar we hebben geen speciale groep die belast is daarmee. Er wordt dagelijks mannen aangewezen vanuit de uitdrukdienst, van de repressieve ploeg, die uitgaan naar de, voor het bestrijden van Braziliaanse bijen. En wat ook we te kampen hebben tegenwoordig. Die bepakkingen en dergelijke zijn niet zo van. Dus ze zijn niet bedrijfszeker bedoel ik. Dus ze zijn niet, of als ik het goed heb, hebben we helemaal niet. Die maar hebben wat zelf geïntroduceerd en daarmee worden bij bestreden. En wat moet in principe gebeuren zodat brandweermannen geschikt zijn om Braziliaanse bijen op een veilige manier te kunnen bestrijden? Ten eerste zou ik zeggen een goede bepakking voor je eigen veiligheid en een goede bijenpomp te hebben. En qua vervoer ook. In principe zou de brandweer een specifieke training moeten krijgen hoe zij bijen moeten bestrijden. Volgens Hublal kreeg Nikeri jaren geleden de informatie over de voordelen en de gevaren van bijen van een imker. Vooral in het geval van Braziliaanse bijen. Maar dat ontberen we voorlopig. We hebben geen kleding om die bijen te gaan bestrijden. Dus plus die mannen moeten in feite onze training gaan volgen. Om hoe te handelen bij het bestrijden van Braziliaanse bijen. Je ziet ook, die mannen komen net aan van een bijenbestrijding. Zo gekleed? Ja, dat zeg ik, heb ik aangehaald. Dat we niet voorzien zijn van een kleding, van bijenpak. Dus, we hebben er iets aangevraagd. Dus let is daarvan op de hoogte. Maar wat gebeurt er als ze gestoken worden? Want door meerdere bijen steken, dan kan je in shock gaan. Dat klopt, mevrouw. Dus in feite, dan moeten we bij de... Die mannen werken echt voorzichtig. Dus daar verder kan ik niet dat aan antwoord geven. Die mannen moeten voorzichtig te werken. Als die bijen rondvliegen, of ze begrijp je, als ze razig zijn, dan moeten ze zich terugtrekken. Volgens de voorlichting van de brandweer is de hoofdafdeling van de bijenbestrijdingsdienst in Paramaribo en werkt deze landelijk. Verder hebben de meeste brandweerposten materiaal om bijen te kunnen bestrijden in urgente gevallen.